15. Ja, naast ons zit een delegatie van een studentenvereniging en ze zijn goed vertegenwoordigd. Dat is bekend het voltallige presidium van Abundantia, denk ik. Alright, alweer. Alweer een fijne club hier in de caravan op Sounds Like Gate 15. Welkom jongens. Dank je wel. Mag ik jullie gewoon Abundantia noemen? U mag ons zeker gewoon Abundantia noemen, dat is geen enkel probleem. Goed. Alright. Jullie kennen misschien het principe of ook niet. Hè? Jullie mogen zichzelf voorstellen wat jullie de strafste club maakt, moeten jullie ons vertellen. Jullie krijgen daarvoor straks 1 minuut. En dan is het gewoon aan jullie. Ja, want op 25 november kondigen wij af wie de strafste studentenvereniging van Antwerpen is. Die krijgen een fantastisch cadeau. Hun clublied wordt herschreven en opnieuw opgenomen door een Antwerpse topband. En weten we al wie dat is? Nee. Er zijn nog heel veel verrassingen bij veel deze wedstrijd. Niet te veel. Wij stellen hier de vragen. Kan u even kort toelichten voor onze luisteraars waar Abundantia voor staat? Waar zijn jullie de godganse dag mee bezig? Doe je vol drinken? Ja, oké. Dat is een check. Maar dat doet elke studentenclub. Nee, duvel drinken niet. Daar zijn wij vooral gespecialiseerd. Okay, zo. Dus die zijn eigenlijk de beste duvel drinkende club. Dat is correct, ja. Dat is eigenlijk zo het enige dat we doen. We zijn niet studiegerelateerd, dus... En wij drinken duvel. Dat is eigenlijk het grote deel waar wij voor staan. Oké. En wat zeggen jullie thuis? Thuis? Dat we duvel drinken. Oké. Dat zijn fijne kerstfeestjes, denk ik. Ja, papa vindt dat ook wel plezant, een duveltje hier en daar. Zo vader zo, dat doen we graag. Zeg, Abundantia, weten jullie dat Antwerpen trots is op haar studenten? Antwerpen is trots op haar studenten. Ja hoor, en Gate 15? Gate 15, op zoek naar de strafste studentenclub van de stad. Ja, inderdaad. Gate 15 is op zoek naar de strafste studentenclub van de stad. Jullie krijgen 1 minuut om jullie voor te stellen. En dat moet potverdikke een strafminuut worden, want dan vallen jullie misschien wel in de prijzen binnenkort de 25e. Ja. Zijn jullie al opgewarmd? Ja, ik denk het wel. Oké, hier bij Gate 15 jingelen we erop los. Dus ik kan nog een paar jingles op jullie loslaten. En op een gegeven moment horen jullie een klokje. Ja, Hij doet de klok na. En als die klok loopt, dan moeten jullie eigenlijk gebruik maken van die tijd om Abundantia te verkopen. En op het einde ontploft die klok en is het gedaan. Onverbiddelijk. Alright, Oké, here we go. Spannend, hè? Oké. Ik ben aan het trillen. Zo spannend. Ik zie het. Van onze camper is door elkaar geschud. Oké. Gate 15, op zoek naar de strafste studentenclub van de stad. Oké, wij zijn Abundantia. Wij zijn een niet-studiegerelateerde studentenclub die zich vooral bezighoudt met het drinken van duvels. Of dat nu gewone duvel is of triple hop, dat maakt allemaal niks uit, zolang het maar duvel is. En eerste woensdag van de maand organiseren wij altijd een nacht van de overvloed, waar je in de Salamander, hier niet ver vandaan, duveltjes kunt drinken aan €1,90. En nu moeten jullie even iets zeggen. Duvel! Oké, dat gaat er nu zo een paar keer tussen komen. Dan, wij hebben de tofste doop van de stad. Wij doen geen schmuts, geen vettige dingen. Wij doen gewoon een kentus met wat opdrachtjes. En onze doopmeester, onze schachtenmeester, gaat dat allemaal verzorgen. Duvel! Voilà. Dan hebben we ook nog de Genever kentus. Een kentus op Genever, jawel, u hoort het goed. Die vindt plaats 15 november of oktober, dat weet ik niet. Dat moet u maar even op Facebook zoeken. En voor de rest hebben we nog een sterke bierenbeurs. Wij hebben nog nu woensdag een dag van de overvloed. Dan beginnen we op 12 uur middags in plaats van om 9 uur 's avonds. Broadcasting Gate 15. Meer is niet nodig. De hele dag op en rond Gate 15.